Red het OV. Kijk maar op internet www.redhetov.nl om ons te gaan steunen. Mag ik vragen, Willem Bos? Dank jullie wel. Ik ben een reiziger. En als reiziger ben ik solidair met de mensen van het GVB. Waarvan, als het aan de regering ligt, een derde moet verdwijnen. Bij het GVB. Maar ik ben als reiziger vooral ook solidair met mezelf en met de andere reizigers. Want als de plannen van de regering doorgaan, dan wordt het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een puinhoop. En daarmee wordt het in de hele stad een puinhoop. En die plannen, het is er net al gezegd, van de regering met het openbaar vervoer staan niet op zich. Op alle mogelijke vlakken hebben we te maken met een kabinet van afbraak van wat we gemeenschappelijk hebben. Afbraak van sociale voorzieningen, gemeenschappelijke voorzieningen. Want dan gaat het om de brandweer, het onderwijs, de zorg, de sociale werkvoorziening. Deze regering is erop uit om dat allemaal kapot te maken en af te breken. En als argument daarvoor wordt dan steeds gezegd, ja, maar er is ook geen geld. We moeten bezuinigen. We moeten een stapje terug doen. Als ik minister De Jager zie, denk ik altijd, ja, broekriem aanhalen. Maar ik begrijp dat argument niet. Als ik de media volg, dan zie ik dat wij nog steeds een heel rijk land zijn. Het aantal miljonairs in ons land is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. En hun gezamenlijk inkomen is de afgelopen jaren 13% toegenomen. En dat kunnen de meesten van ons niet zeggen. De grote bedrijven in dit land, vooral de grote multinationals, maken enorme winsten. Een paar maanden geleden konden we de NRC lezen dat de 10 grootste multinationals in Nederland een reservepotje hadden van 210 miljard. Waarvan ze eigenlijk, en dat zijn niet mijn woorden, maar van de journalist van de NRC, niet weten wat ze daar precies mee aan moeten. Het probleem is dus niet dat er geen geld is. Het probleem is dat het geld in de verkeerde handen zit. Bij een klein aantal mensen die steeds rijker en rijker worden. Er zijn tientallen miljarden gegaan naar de banken en naar de financiële instelling toen die dreigde om te vallen. Inmiddels zijn de bonussen daar weer op het niveau van voor de crisis. En terwijl er aan de ene kant dus een kleine groep mensen is die steeds rijker worden, worden aan de andere kant de voorzieningen afgebouwd. En het is ook niet verbazend dat die rijken steeds rijker worden, want tegelijkertijd zien we in Nederland dat de belasting op vermogen, de belasting op bedrijfswinsten lager zijn dan ze ooit geweest zijn in Nederland. En dan is het niet verwonderlijk dat er geen geld in de schatkist is om gemeenschappelijke voorzieningen te betalen. Daarom zeggen wij, haal het geld waar het zit en hou de voorzieningen overeind. Geen bezuinigingen op het openbaar vervoer. Geen aanbesteding. Goed en goedkoop openbaar vervoer voor iedereen. Bedankt! Willem geeft het duidelijk aan. Reizigers staan achter onze acties. En niet alleen reizigers staan achter onze acties, maar ook het midden- en kleinbedrijf staat achter onze acties. De Kamer van Koophandel steunt onze acties. De collega's van het streekvervoer steunen onze acties. En voordat ik daarnet naar boven ging, komt er iemand naar me toe die zelf werkzaam is in het onderwijs. En die zei van, ook wij steunen jullie acties. Niet alleen nu, maar ook later.